mijn volgende gast, Ron Wijzen van de firma Souverain. Ron, welkom. Dankjewel. Ron, speciale financieringen. Vertel eens, wat doen jullie precies? In de basis zijn we een bedrijf dat zich bezighoudt met hypotheken. Maar je hebt simpele hypotheken, maar tegenwoordig zijn er heel veel met een speciaal tintje. Ik zal er drie noemen waar we ons met name mee bezighouden. Wij proberen de ondernemer aan financieringen te helpen. Dat kan zijn zijn hypotheek in privé, maar dat kan ook een zakelijke financiering zijn. Wij doen heel veel financieringen grensoverschrijdend. En daar bedoel ik mee vanuit Duitsland en Nederland financieren. Wij financieren in België vanuit Nederland. En Nederlanders die in België gaan wonen of al wonen. En daarnaast proberen wij ook, het sluit wel aan bij je vorige gast, de recreatiewoning als belegging te financieren. Mm-hmm. Er moet een speciaal tintje aan zitten. Dat is eigenlijk waarom wij ons Souverain International Financial Services noemen. Ja, je geeft aan meerdere landen. Hoe is dat ontstaan? Het komt eigenlijk uit een specialisme dat wij met degene waar we dat mee doen, onze medewerkers en mijn compagnons, al een jaar of 20 deden. Wij komen uit Maastricht. We wonen in de grensstreek, hebben heel veel emigranten zien vertrekken tussen 2000 en 2008 naar België. Mensen wilden ook gefinancierd worden, dat gebeurde vaak vanuit Nederland. Nu zie je heel veel remigranten, mensen die terugkomen vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. En daar hoorde ook advisering rond, fiscaal, sociaalverzekeringstechnisch. Dat geheel deden we en dat doen we nu eigenlijk nog steeds. En het is een dermate niche-markt geworden dat we eigenlijk een van de weinige spelers zijn die daarin bekwaam zijn geworden. Dat maakt jullie uniek, zeg maar. Dat is op zich wel uniek. Ja. Je haalde Wilco Becker al even aan, topakken. Beleggen op het gebied van recreatiewoningen. Dat zouden jullie ook voor die particulier kunnen verzorgen. Als nou een ondernemer zegt, of een particulier, of laten we even kijken naar een ondernemer. Ik wil bij een organisatie als Topparken 5 woningen gaan kopen. Een ondernemer die nog geen 3 jaar cijfers heeft, komt die er ook voor in aanmerking? Of? Afhankelijk van hoe zijn inkomen verklaard kan worden en hoe zijn vermogen is, zou die daarvoor in aanmerking komen. We hebben redelijk veel klanten als het daarom gaat. Tegenwoordig zie je heel veel beleggers die uit een aantal alternatieven kiezen, maar dat hoort zeker niet bij de spaarrekening bij de bank, want dat levert niets op. Dus er zijn ook een aantal beleggers die zeggen, ik heb een potje van een bepaald bedrag. Ik steek dat in een recreatiewoning met een gegarandeerd rendement. Maar als ik nu eens de helft van dat potje erin steek en ik leen die andere helft, kan ik 2 van die mooie hutjes, noem ik ze altijd, kopen. En dan is mijn rendement verdubbeld. Dus ik hoorde net 8% rendement. In een hefboomwerking kan dat wel eens heel anders uitpakken en ook nog hoger zijn. Ja. Dan moet je wel gefinancierd worden voor dat deel. Hutjes, die zullen de banken niet financieren. We hebben dan natuurlijk denken over recreatiewoningen, stedingwoningen. Ja. Hoe kijk je naar de banken? Banken en financiering, ik denk dat het een heel simpel verhaal is. Wat voorheen wit en zwart en grijs was, daar blijft dadelijk alleen wit en zwart van over. Dat wordt echt niet anders. Banken zeggen heel simpel, voldoe je aan deze voorwaarden, dan kunnen we je financieren. Voldoe je daar niet aan, dan financieren we je niet. Wij zitten in een niche-markt in dat grijze gebied. Dat grijze gebied wordt kleiner bij banken, gezien hun voorwaarden. Helder is dat banken afspraken hebben gemaakt, daar naartoe streven en zonder het al te ingewikkeld te maken, die afspraken in Basel 3, ja, die leiden ertoe dat er minder geleend wordt. Ja. En dat mensen meer moeten aflossen. Jullie bieden ook levensverzekeringen aan. Ik heb is het gekeken naar getallen. Wat mij echt heel erg opviel is dat het zeer scherpe tarief, ja, wat jullie aanbieden op het gebied van levensverzekeringen. Ja. Hoe is dat te verklaren? Dat is eigenlijk heel simpel te verklaren. Bij de meeste maatschappijen, als het geen specialisme is, is het duurder. Dan zit er meer risico in, minder kennis in huis, dus wordt het duurder. Als je bij grote verzekeraars terecht gaat voor een overlijdensrisicoverzekering, dat is waar je op doelt, dan is de afdeling buitenland, dat is zo klein dat ze daar niet speciaal een product voor gaan maken. Maar er zijn ook partijen die wel naar dat buitenland kijken als het grensoverschrijdend is, want daar is waar je aan refereert. En doordat het een specialisme is, is het risico kleiner, is dus ook de premie kleiner. Helder. Ron, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan.